Ja, en zo sloot er gisteren de avond af. Met een prachtige zonsondergang. Wat een heerlijke rustige plek is dit. En hier het uitzicht vanuit de camping. Goedemorgen. Het is... Wat is het eigenlijk? Dinsdag 14 mei volgens mij. 2019 en we staan nog steeds op kamp Vogelzang. En ik weet niet of jullie het kunnen zien op de achtergrond, maar dit was ons uitzicht. Erg prachtig. Heb ik heerlijk geslapen. Een beetje in coma gelegen, denk ik. Niets gehoord, het was die aarde donker ook. Prachtig toch? Je hoort helemaal niks, alleen vogeltjes. En we gaan vandaag een stukje verder, zuidelijker, wel in de Eifel nog. Naar het plaatsje Nettersheim. Daar zijn we al eens eerder geweest, een paar jaar geleden. En dat vonden we een heel leuk plekje, dus daar gaan we nog een keertje terug. Daar hebben we toen gewandeld. En het plan is niet om te wandelen vandaag, want die voeten die doen het even niet. Dus we gaan misschien even een stukje fietsen. Mazzeltje is ook helemaal kapot voor gisteren, dus we houden het lekker rustig. Ja, als je van rust houdt, is deze plek wel aan te raden. Je hebt voor de rest niks, geen stroom, helemaal niks. Dus je kan, je moet echt wel voor jezelf kunnen zorgen, anders moet je hier niet zijn. Ja, wat vinden wij het waard? Een 10, een 6, een 5? Ik weet het niet. Qua plek, qua rust, qua uitzicht, een dikke 10. Maar ja, qua voorzieningen is het helemaal niks. Maar ja. Je kan best een paar dagen zonder. Dus als je dat leuk vindt, moet je hier gerust een keertje heen gaan. Het kamp zelf is leuk om te bezoeken. En er zijn diverse musea's. Die hebben wij overgeslagen. Maar ja, heel mooi wandelen. Fietsen lijkt me wel een beetje zwaar in deze omgeving. Want het is allemaal wel een beetje omhoog en omlaag. Dus dan, maar ja, dat moet je zelf... Een mountainbike is misschien nog wel te doen. Maar met een gewone fiets... Nee, dat zou ik lekker overslaan. Nou, wij gaan... Een stukje rijden, even boodschapjes doen en dan kunnen we er even tegen. Instappen en wegwezen. Ja. En zo ziet het eruit in de spits. Heerlijk rustig. Balen. Ja, we kregen een leuke afdaling. Met wat fijne haarspelbocht. Neem de volgende links. In de Alpen. Eifelgebergte. Ik kan niet kiezen. Ja, de Duitsers zijn wel bierdrinkers. En na de boodschappen reden we verder richting de camperplaats van Nettersheim.
hebt uw bestemming bereikt aan de rechterkant. Ja, we zochten een mooie plek uit. En omdat het vrijwel windstil was, konden we de luifel ook eens proberen. Eens kijken of er wel een doek in zat. Maar gelukkig, ziet er allemaal keurig netjes uit. Vanaf de camperplaats kun je goed wandelen en fietsen. En een ticket haal je uit de paal. Maar let op, alleen contant betalen en anders moet je even naar het toeristencentrum gaan. Wij betaalden 9 euro. Op het bord staat nog 8,50, maar de prijs is inmiddels 9 euro. Maar dat is inclusief stroom. En mocht je willen wandelen, volg dan eens dit pad. Dit hebben wij vorige keer gedaan en je komt op mooie plekken terecht. En hier achterin hebben we het verzorgingsstation, zeg maar. Het is apart van de camperplaats. Dus dan rij je hier erop. Hoppatee. Loosput. Toiletlozen. En waterpakken kan ook en dat kost een eurotje. En dat kan hier. Het zou zomaar kunnen dat daar morgen een andere sticker bij zit. En dan rijden we hier zo weer uit. Met de wandeling van gisteren nog in onze benen, besloten we vandaag een stuk te gaan fietsen. Maar dat viel vies tegen. Er stond nog een koud windje. En bergaf gaat buitengewoon. Maar ja, bergop wordt het al gauw iets minder. We merkten nog wel dat we gisteren een stuk gelopen hadden. Dus, en zeker met de koude wind erbij, werd het een kort fietstochtje. Onderweg kwamen we nog dit kapelletje tegen. En daarna bijtanken voor iedereen en ook mazzel. Hallo. We rijden nog in de Eifel, maar daar gaan we nu uit. We gaan richting Saarburg. Saarburg ligt net onder Trier. Het is vandaag, wat voor dag is vandaag? Geen idee. Woensdag? Woensdag. Ergens in mei. 15 mei. Zoiets. Geen idee. We gaan naar Saarburg en op aanraden van tips van jullie. Dus we gaan eens kijken wat het is. Nou, we rijden nog steeds door de mooie Eifel heen. Altijd mooi. En we moeten ook nog een beetje diesel hebben, want die is ook bijna op. Dus ik mag gewoon los, heuveltje af.
Nadenken reden we verder en kwamen we al snel langs de Moezeltraan. Een klein stukje door Trier en daarna verder naar Saarburg. De camperplaats heeft ruime plekken en we hadden een plekje met uitzicht op de Saar. Er is een mooie receptie waar je 's middags ook iets te eten en drinken kunt halen. €11,50 per dag, maar boek je gelijk 3 dagen, dan krijg je volgens mij €3 korting. De camperplaats ziet er keurig verzorgd uit. Alles is even schoon en even netjes. Zelfs de elektriciteitspalen worden gepoetst. Wifi is ook bij de prijs inbegrepen. Ja, douchen voor 4 minuten kost dus €1,50. En ook de douches, allemaal super netjes. En in de ochtend, dan staat er een bakker. En hier is het hoofdgedeelte van de camperplaats. En ook hier zie je zeer ruime plekken. Voor de ingang van de camperplaats kun je je vuil water lozen en schoon water innemen. Hier betaal je 1 cent per liter voor. Oftewel 10 liter voor 10 cent en 100 liter voor een euro. Toiletlozen en nog een tweede vulstation. Op de camperplaats vind je ook nog deze regiobox. Met diverse vleeswaren, worsten, alles en nog wat voor de barbecue. En zelfs wij besloten om even naar het centrum te gaan. En het centrum, vooral bekend onder waterval die dwars door het dorp loopt. Je hoeft er niet af te duiken. Dat ik gelijk niet. Klein Venetië noemen ze het.
Nou, we zitten weer ergens in. En jou hoor. Hij staat stil. Hij staat weer stil. Hebben wij weer. Wist maar zo. In de stoeljes lift. Gas erop. Dik vindt helemaal niks. Maar ja. We doen het wel. Leuk denk ik. Antieke zooi. Ja, dat is nog wat, dat is leuk. Ja hoor, weer stil. Dus maar zo in de lift. Goed hè. Je zit heel rustig. Nee, daar heb ik te lijden op. Ja. Hij wil er al. Spijt je. Daar is de camperplaats. Hoi. Zie je de camper? Bovenop de berg vind je een zomerrodelbaan. En daar was het enorm druk. Maar erg hard gaat het allemaal niet. Daar is de camperplaats. Daar. Zwembadje. En hier nog een blik op de ruïne. Maar zo. Hey, kom. Look at me. Nou, dat moet ik echt niet doen. Nee. Kom. Ik kan hem ook niet trekken, want dan. Kom op. Nee. Mazel. Nee, hij moet in een zolder die stok hebben. Nu toten los. Bedankt voor het kijken. Vinden jullie de filmpjes leuk? Geef dan een duimpje omhoog. De mazzel.